We beginnen. Welkom. Op deze nog wat frisse maandagavond, maar ik heb gehoord dat het warmer wordt. Dat is alleen maar mooi. Met donderdag jarig. Nou, ik heb al vaker buiten gezeten op mijn verjaardag. Lijkt me heerlijk. Deur open. Zonnetje in het gezicht. Kom maar recht zitten. Horen jullie mij? Oké. Doe je zitbot in de mat of in je hakken. Maak een lengte in je flank. Je borst is op, je ribbenkast is in. Je schouders zijn ontspannen, je ellebogen zijn zacht en je handen zijn zacht. Op je benen of in je schoot. En je kruin wijst naar het plafond. Je gezicht is zacht, je lippen ontspannen, je tong ontspannen in je mond. Sluit je ogen als je wil en adem in en uit door je neus. Observeer je adem. Adem in naar je buik. En breng je handen voor je hart in Namaskara Mudra. Zingen we drie keer om. Adem in. En een mooie glimlach, formuleer je voor jezelf een positieve intentie voor jou, jouw Sankalpa. En met een mooie glimlach, breng je je kin naar je borst. Knip je ogen open, kijk naar je vingers. En kijk rustig op. En kom je op handen en knieën. Doe mijn sokken vast uit. Kunnen we meteen door. Handen recht onder je schouders, je vingers gespreid. Knieën onder je heupen. En wiebel je heup maar even heen en weer. Maak het langzaam wat los in je bekken. In je rug, je taille, je schouders. Doe je vingertop in de mat. En kom je tot stilstand en zet je tenen in de mat. Til je knieën over 10 centimeter op. Duw je handen in de mat, kijk schuin voor je, hou je nek lang. En duw jezelf naar achter en omhoog. Hou je knieën gebogen, kijk tussen je knieën door naar achter. En wandel je benen om en om lang. Buik overnomen, je knie. Rustig tempo. Mijn tenen worden langzaam wakker zo te horen. De kracht van alles. Duw je handen in de mat. Strek je ellebogen uit. Voel de lengte in je oksels en je flanken. En kom tot stilstand. Laat beide hakken naar de grond zakken. Trek je knieschijven open. Duw je staartbeen naar het plafond. Trek je navel in. Trek je schouderbladen op je rug naar elkaar toe. En adem in. Kom in een plank. Kijk schuin voor je. Hou je nek lang. Adem in en uit door je neus. Trek je knieschijven op. Hou die benen sterk. En adem uit. Downward facing dog. Wandel je voeten naar voren en kom in een vooroverbuiging. Ontspan je armen, je nek, je hoofd, je handen als ze de grond raken, stel je handen naast je voeten
Als je handen de grond niet raakt, dan zet je handen op je voeten of je scheenbenen. Ontspan je nek, je armen zacht. Dan zet je handen op je scheenbenen en duw jezelf met een rechte rug. Trek je schouderbladen naar achter op je rug naar elkaar toe. Duw je staartbenen naar achter, trek je navel in. Ardha Uttanasana, duw je tenen in de mat. En adem uit, kom in een vooroverbuiging. Zet je handen op je heupen, adem in, kom overeind. En kom staan in Tadasana. Til je tenen even op, spreid je tenen. Zet je kleine tenen in de mat. Je vierde, je derde, je tweede teen, je grote teen. Doe je bal van je voet in de mat, doe je hakken in de mat en span je bek- en bodemspieren aan. Doe je kruin naar het plafond. Hoe harder je duwt met je hakken in de grond, hoe makkelijker je omhoog komt met je kruin richting het plafond. En breng je handen voor je hart voor de zon. Adem in, trek jezelf uit, kijk naar je handen. Adem uit, kom in een vooroverbuiging. Adem in, handen vooroverbuiging. Adem uit, vooroverbuiging. Je rechterbeen naar achter, kom in een lunge. Linkerbeen naar achter, kom in een plank. Knieborst voorhoofd aan de mat, adem uit. Adem in, kleine cobra. Adem uit, downward-facing dog. Rechtervoet tussen je handen, stap in een lunge, open je borst. Linkervoet tussen je handen, kom in een vooroverbuiging. Adem in, tafeltje. Adem uit, vooroverbuiging. Handen voor je hart. Adem in, Urdhvasana. Adem uit, Namaskara Mudra. Adem in, Urdhvasana. Adem uit, Uttanasana. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, Uttanasana. Linkerbeen naar achter, lunge. Rechterbeen naar achter, plank. Knieën, borst, voorhoofd aan de mat. Ellebogen smal. Ashtanga Namaskara. Adem in, Bhujangasana. Adem uit, Abho Mukha Svanasana. Linkervoet tussen je handen, lunge. Rechtervoet tussen je handen, Uttanasana. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, Uttanasana. Handen voor je hart. Adem in, Urdhvasana. Adem uit, Namaskara Mudra. Adem in, Urdhvasana. Adem uit, Uttanasana. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, Uttanasana. Rechterbeen naar achter. Lunge. Zet je rechterknie neer. Doe je heupen naar voren. Adem in. Strek je armen op omhoog. Kijk naar je handen. Zet je handen neer. Stap naar achter in een plank. Kom naar de grond. Of in een Chaturanga Dandasana. Of met je knie aan de grond. Adem in. Up dog. Of cobra. Adem uit. Down dog. Rechtervoet tussen je handen. Lunge. Zet je linkerknie neer. Doe je heupen naar voren. Adem in. Kijk naar je handen naar het plafond. Adem uit. Stap tussen je handen. Vooroverbuiging. Uttanasana. Adem in. Ardha Uttanasana. Adem uit. Uttanasana. Handen voor je hart. Adem in. Urdhvasana. Adem uit. Namaskara Mudra. Ontspan je armen. En relax. Kom staan in Tadasana. Ontspan je schouders. Voel je tenen in de mat. Voel je hakken in de mat. Doe je kruin naar het plafond. Je gezicht is zacht. Observeer je adem.
En kom voor aan de mat. Handen voor je hart en namaskara mudra. Stap je met je rechterbeen naar achter in een krijger 2. Draai je rechtertenen naar de lange zijde van de mat. Zit diep in je linkerknie. Je kleine tenen in de mat en spreid je armen. Duw je vingers weg. Kijk naar je linkerhand. Zit diep in je voorste knie. Hou je rechterbeen sterk. Strek je voorste been uit. Draai je achterste handpalm op omhoog. Adem uit. Kom in Uttita Trikonasana. Kijk in je rechterhandpalm. Draai je schouders boven elkaar. Draai je rechterlong richting het plafond. Adem in, kom overeind. Buig je door je voorste knie. Rijk naar voren, Parsvakonasana. Rijk je rechterarm over je hoofd. Trek je staartbeen om neer. Trek je rechterknieschijf op. Blijf rustig doorgaan. Zet je rechterhand onder je schouder. Doe je hand in de mat. Adem in, draai je linkerlong naar het plafond en kijk in je linkerhandpalm. Zet je linkerhand aan de grond. Strek je linkerbeen uit, draai je lichaam naar je linkertenen. En adem uit, buig je hoofd richting je linkerschenen. Trek je knieschijven op. Parsvottanasana, piramide pose. Buig door je voorste knie. Doe je borst naar voren. Doe jezelf weg in een downward facing dog. En kom naar je vinyasa. Adem in, kom in een plank. Adem uit, kom naar de grond. Adem in, kom naar een cobra of een up dog. En adem uit, kom naar een downward facing dog. Zet je rechterbeen op omhoog. Zet je rechtervoet tussen je handen. Draai je linkertenen naar de lange zijde en wiek jezelf op in een krijger 2. Rechterknie gebogen. Knie boven je enkel, doe je kleine tenen in de mat. Doe je vingers weg, kijk naar je rechterhand. Zit diep in je voorste been. En strek je voorste been uit, draai je achterste handpalm op. En wiek naar voren in Uttita Trikonasana. Kijk in je linkerhandpalm, draai je linkerlong naar het plafond. Adem in, kom op. Buig door je voorste knie. Rijk naar voren, breng je onderarm naar je bovenbenen. Breng je linkerarm over je hoofd. Hou je borst geopend. Schouders boven elkaar, rechterschouder ontspannen. Duw je linkerpink weg. Zet je linkerhand onder je schouder op de mat. Doe je linkerhand in de mat en draai je rechterlong naar het plafond en kijk in je rechterhandpalm. Zet je rechterhand aan de grond, strek je rechterbeen, draai je lichaam naar je rechterbeen en buig naar je rechterscheenbeen. Trek je knieschijven op. Buig door je voorste knie, kom in een lunge. Duw jezelf weg in een downward facing dog. Kom naar je vinyasa, adem in, plank. Adem uit, kom naar de grond of op knie of in een chaturanga. Adem in, cobra of up dog. Adem uit, downward facing dog. Zet je linkerbeen op omhoog. Zet je linkervoet tussen je handen, kom met een lunge. Zet je je rechterhak aan de grond en je tenen wijzen schuin naar voren naar de rechtervoorhoek. Strek je voorste been uit en kom je staan. Beide benen zijn gestrekt. Draai je romp. Richting je linkerbeen naar je voorste been. Spreid je armen, je handpalmen omhoog.
Strek je armen op. Als het lukt in je schouders, vouw je vingers in elkaar. Duw je wijsvingers naar het plafond. En buig je door je voorste knie. En kijk je naar je handen. Krijg er 1. Kijk weer voor je. Spreid je armen, strek je voorste been. Breng je rechterhand aan de buitenkant van je linkervoet. Hou je benen gestrekt. Maak lengte van je staartbeen tot aan je kruin en draai je linkerlong naar het plafond en kijk in je linkerhandpalm. Parivritta Trikonasana. Zet je linkerhand aan de grond. Je rechterhand aan de grond. Buig door je voorste knie. Kom in een lunge. Zet je achterste knie neer. Doe je heupen naar voren. En strek je armen op omhoog. Als het lukt, handen tegen elkaar aan. En kijk naar je handen. Duw je heupen naar voren. Zet je handen naast je voet. Duw jezelf weg in een downward-facing dog. En kom naar je vinyasa. Adem in een plank. Adem uit naar de grond. Adem in de cobra. Adem uit naar de dog. Til je linkerbeen op omhoog. Zet je linkervoet tussen je handen. Oh, sorry. Terug. Linkerbeen op omhoog. Zet hem neer, down dog. Zet je rechtervoet. Til hem op. En zet je rechtervoet tussen je handen. Draai je linkertenen schuin naar de voorhoek en zet je hak op de grond. Doe je voeten in de mat. Strek je voorste been en kom overeind. Trek je knieschijven op, draai je lichaam richting je rechtervoet. Spreid je armen, handpalmen op. En breng je handen naar het plafond. Als het lukt, vingers in elkaar. En kijk naar je handen en buig door je voorste knie. Krijg er 1. Vira Padrasana 1. Kijk weer voor je. Strek je voorste been. Spreid je armen. Doe je linkerheup naar voren, je rechterheup naar achter. Trek je knieschijven op. En breng je linkerhand aan de buitenkant van je rechtervoet. Draai je rechterlong naar het plafond. En kijk in je rechterhandpalm. Maak lengte van je staartbeen tot aan je kruin. Zet je rechterhand neer, zet je linkerhand aan de andere kant van je voet. Buig door je voorste knie en kom in een lunge. Zet je achterste knie neer. Doe je heupen naar voren. En strek je armen op en als het lukt met je vingers in elkaar. Duw je heupen naar voren en kijk naar je handen. Zet je handen aan de mat. Duw jezelf weg en een downward facing dog. Maak je lang. Adem in, kom in een plank. Adem uit, kom naar de grond. Adem in naar een cobra of een up dog. Adem uit, kom naar een down dog. Til je linkerbeen op omhoog. Buig je linkerknie. Til je linkerknie naar het plafond en laat je voet naar rechts zakken. Doe je handen in de mat, open die linkerheup. Doe je handen in de mat, doe jezelf naar achter. Open die linkerheup, ontspan je kaken. Draai jezelf de rug naar de middenlijn. Strek je linkerbeen uit, til hem op, til hem op, til hem op. En hou je been hoog. En kom in een plank. Hou je been hoog. En span de grond. Als het lukt, hè.
Nu draai je rechterhiel naar rechts. Leun op je rechterhand. En draai je linkerlong naar het plafond en hou je linkerbeen op. En draai terug in een plank. Doe jezelf weg in een three-legged dog. En zet beide voeten neer. Downward facing dog. Til je rechterbeen op omhoog. Til hem op, til hem op, til hem op. Buig je rechterknie. Til je rechterknie naar het plafond. Draai je heup op. Open die rechterheup. Duw jezelf weg naar achter en omhoog. En draai jezelf weer terug naar de middenlijn. Strek je rechterbeen uit. Til hem op. En kom in een plank. Draai je linkerhiel naar de lange zijde van de mat. Duw je linkerhand in de mat. En til je rechterarm op in een zijplank. Draai jezelf terug. Duw jezelf weg met three-legged dog. Til hem op. Zet beide voeten neer. Downward facing dog. En kom naar je vinyasa. Adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Blijf hier even staan. Adem krachtig in en krachtig uit. Doe je vingertop in de mat. Strek je arm uit. Voel lengte in je flanken. De achterkant van je lichaam. Met je staartbeen omhoog. Oké, kom in een plank. Trek je knieschijf op. Doe je hakken weg. Zet je knieën wijd. Zet je tenen bij elkaar. En duw jezelf naar achter. Handen in de mat. Wandel je longen naar de voorkant van de mat. Wandel je handen naar de voorkant van de mat. Ontspan je buik. Ontspan je hoofd. Op de mat. Child's pose. Ontspan je polsen. En laat je hart richting de grond zakken. Dat kan alleen maar als je longen naar buiten draait. Dan kun je hart ruimte geven om naar de grond te zakken. Je kaken zijn zacht. Je lippen zijn zacht. En observeer de adembeweging. En adem in. Kom op handen en knieën. Zet je knieën onder je heupen. Wiebel je heupen even los. Zet je tenen in de mat. Wandel je handen naar je knieën. En duw jezelf op je tenen op de bal van je voet. Doe je borst op. En als het lukt, breng je handen voor je hart. Doe je kruin naar het plafond en doe je knieën naar beneden. Doe elke teen in de mat. Zet je handen weer aan de mat. Zet je voeten echt tegen elkaar aan. Dus je tenen tegen elkaar aan. Je hakken richting elkaar. En dan zet je je handen tussen je knieën. En dan duw je je knieën naar buiten. Laat je hakken een beetje naar de grond zakken. Misschien raakt de grond wel helemaal, bij mij niet. Menselijk zou zijn dat ze wel mooi de grond zouden raken. Laat je heupen naar de grond zakken en hou je rug zo lang mogelijk. Knieën naar buiten, je voeten tegen elkaar aan. Je hakken richting de grond. Een variant van de Malasana, van de Hindi squat. Dus
Zet je handen op schouderwijdte voor je neer. Duw jezelf naar voren, duw je ellebogen aan de binnenkanten van je knieën. Duw je knieën naar buiten, buig je ellebogen naar buiten. Kijk naar de voorkant van de mat en als het lukt, til je voeten op. Span je buikspieren aan en vingertoppen in de mat. Als je voeten van de mat komen, kijk of je tenen bij elkaar kunt krijgen en breng je hakken naar je billen. En kom je rustig terug. Strek je benen uit, kom je in een vooroverbuiging. Zet je handen op je heupen. Adem in, kom overeind. En kom staan. In Tadasana. Ontspan je pols even. Als je er helemaal op geleund hebt. Of ze die twee smalle polsjes het volledige lichaamsgewicht dragen. Ondersteund door je buikspier, je beenspier, je schouders. Oké, gaan we naar de balans. Kom op je linkerbeen en til je rechterknie op omhoog. Zoek je focuspunt. Ontspan je kaken. En dan draai je knie naar buiten uit. En dan pak je met beide handen je enkelbeen. Hou je kruin naar het plafond, hou je schouders laag. En dan til je enkel op en til je knie op. Ontspan je kaken. Span je heup. En nou leg je je enkel zo hoog mogelijk richting je lies. Hou met je linkerhand je rechtervoet vast. En laat je rechterknie zo goed als voor jou mogelijk naar beneden zakken. Breng je rechterhand vast voor je hart en een halve namaskar mudra. Zoek je focuspunt en buig je als er ruimte is in je heup door je standbeen. En breng je beide handen voor je hart. Buig je nog ietsje dieper als dat lukt. En rijk je naar voren en als het lukt, zet je handen aan de mat. Je knie mag geen zeer doen, hè. Het komt uit je heup, uit je bekken, uit bij je rug. Je knie buigt alleen maar. En duw je standbeen weer in de grond. Til je je borst weer rustig op. En kom je staan. En zet je beide voeten aan de mat. Relax. Breng het gewicht op je rechterbeen. Zoek je focuspunt. Doe je tenen goed in de mat. Doe je hak in de mat. Laat je heup niet naar buiten vallen. En duw hem terug. Stabiliteit in die heup. En til je linkerknie op omhoog. Draai je knie naar buiten. En pak je met beide handen je enkelbeen. Hou je kruin naar het plafond. Je gezicht ontspannen. En dan til je je enkel op en til je knie op omhoog. Dan hou je met je rechterhand je linker enkel beet. Leg je voet zo hoog mogelijk bij je lies. En laat je je knie voor zover voor jouw heup mogelijk naar beneden zakken. Doet je knie zeer, leg je voet dan lager neer. Breng je linkerhand in half namaskar. Half groetje. En als er ruimte is, buig je door je standbeen en breng je beide handen voor je hart. Zoek je focuspunt.
nog ietsje dieper, als het lukt. En kom naar voren. En als het lukt, zet je handen aan de mat. Voel die stretch in je heup. Opening. En duw je voeten in de mat en til je borst rustig weer op. Breng je handen voor je hart. En zet beide voeten stevig aan de mat. En relax. Tadasana. Kom voor aan de mat. Breng je handen voor je hart. Doe je kruin naar het plafond. Breng je handen achter je rug. Hou je vingers in elkaar. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. En strek dan je armen uit als het lukt met je handpalmen tegen elkaar aan. Kantel je bekken naar achter. Dus je duwt je schaambod naar voren. Doe je knokkels naar de grond en til je hart naar het plafond. Dus ook nu je longen weer naar buiten gedraaid. Geef je hart de ruimte. Voel die ruimte in je borstspieren. En op je inademing kom je rustig overeind en kantel je bekken naar voren. En kom je in een vooroverbuiging. Trek die schouderbladen nog steeds naar elkaar toe. En laat die handen over je hoofd zakken. Trek je knieschijven op als het lukt in je rug. Heb je te veel last in je schouders? Laat je armen zakken. Laat je armen rust op je heupen. Of laat je armen helemaal naar de grond zakken. En kom je staan in de vooroverbuiging. Heb je last van je rug? Buig je door je knieën. Laat je handen los. En kom weer zitten. In het midden van de mat. Kom zitten in Dandasana. Zit botten in de mat. Kruin naar het plafond. Tenen naar je toe. Rug lang, handen naast je, borst op, navel in. Duw je voeten weg, trek je tenen naar je toe, spreid je tenen. Duw je binnenkant goed weg, dus die boog van je voet en de binnenkant van je voet, die duw je naar voren. Adem in, strek je armen op omhoog, til je longen op. En adem uit, reik naar voren, naar voren, naar voren. Kijk ook naar voren. En dan pak je voeten, je enkels of je kuiten beet. En dan ontspan je schouders, je hoofd, je nek. En dan vooroverbuiging vanuit zit. Paschimottanasana. En op je volgende inademing, reik weer naar voren en kom op. Zet je handen naast je neer. En buig je je rechterbeen en zet je rechtervoet over je linkerbeen. Buig je linkerbeen, blijf er bij de zitpotten zitten. Als dat niet lukt, strek je onderste been uit. Zit goed op beide zitpotten en duw je rechterhand achter je ruggengraat in de grond. Je borst is open, je schouder is laag. Strek je linkerlong op omhoog, maak lengte. En draai je rechter schouderblad naar je ruggengraat en pak je met je linkerhand je rechterknie. En kijk je over je rechterschouder naar achter. Je moet gewoon kunnen blijven ademen. Je zitbot in de grond, je kruin naar het plafond, je schouders laag en je gezicht ontspannen.
Misschien vind je het wel lekker om je been nog ietsje dichter naar je toe te trekken. Maar hou die schouders laag. Trek je schouders niet naar je oren. En draai jezelf terug. Trek beide benen uit. Kom rechtop zitten op je zitpotten. Buig je linkerbeen, zet je voet over je rechterbeen en buig je rechterbeen naar links. Zit goed op beide zitpotten, zet je linkerhand achter je ruggengraat neer. Voor een twist altijd goed aarde maken. Je rechtervoet maakt aarde, je linkerhand maakt aarde, je zitbotten maakt aarde, dan maak je lengte. Til je rechterlong op omhoog, til je hand naar het plafond. En dan draai je linker schouderblad naar je ruggengraat en pak je met je rechterhand je linkerbeen mee. En kijk over je linker schouder naar achter. Je kruin naar het plafond en adem rustig door. En voel of er een verschil is naar links of naar rechts. En misschien vind je het wel lekker om je been nog ietsje dichter naar je toe te trekken. Of om misschien nog ietsje verder te draaien. Maar je moet gewoon kunnen blijven ademen. En op je inademing draai je terug naar de middenlijn. Strek beide benen uit. Wiebel ze los. Zet je voeten in de mat. Zet je handen achter je neer. Je vingers wijzen naar je billen. Je handen staan onder je schouders. En je armen zijn gestrekt. Doe je vingertoppen in de mat. En je voeten staan op heupwijdte. Nu kantel je bekken naar achter. Dus doe je staart richting de grond. En adem je in. Til je heupen op omhoog. En kijk je naar het plafond. Purvottanasana, naar de omgekeerde plank. Je nek blijft lang. Je kijkt naar het plafond, dus kijk niet naar achter. Duw die handen in de mat. Duw die heup omhoog. En kom rustig terug. Ga tussen je handen zitten. En ontspan je pols even. Kom je zitten in het midden van de mat. En rol jezelf af. Wervel voor wervel. Breng je knieën naar je borst. Wiebel jezelf heen en weer. Ontspan je gezicht, je kaken, je lippen, je tong. Geef jezelf een massage. Voor wat voor jou lekker is. Je gezicht ontspannen en kom rustig tot stilstand. Zet je voeten aan de mat, spreid je armen en laat je knieën naar rechts zakken. Hou je schouders aan de grond en kijk naar links. Ontspan je voeten, je onderbenen, je knieën, je heupen. Adem in naar je linkerlong. Voel het uitzetten van die ribben. En die linkerlong die loopt helemaal van onder je sleutelbeen, over je borst, naar de onderkant van je ribbenkast, naar de achterkant van je ribbenkast. Dus observeer of je het uitzetten voelt. Van je sleutelbeen tot aan de achterkant van je onderste ribben. En op je volgende inademing breng je knieën naar het midden, kijk je naar het plafond. En op je uitademing laat je knieën naar links zakken. Dan hou je schouders aan de grond. Kijk naar rechts, ontspan je voeten, je enkels, je knieën, je heupen, je schouders zijn zacht en je gezicht is zacht. Dan maak je adem vloeiend
rustig. En adem in naar je rechterlong. Je rechterlong heeft een iets andere vorm omdat de holte voor je hart voor het grootste deel in je linkerlong zit. Hij is iets massiever in het bovenste, middelste deel. Observeer het uitzetten van die ribben, van je borst, van je buik. En op je inademing breng je knieën naar het midden en kijk je naar het plafond. Als je wat warms aan wilt trekken, doe dat dan nu. En als je zover bent, zet je voeten matwijd neer. Heb je een kleine holling in je nek, laat je knieën tegen elkaar aanvallen en heb je een kleine holling in je rug. Voelt het nou niet lekker zo voor je knieën, zet je voeten dan ergens anders neer. Kan het best zijn dat je ze wat verder weg moet zetten of wat dichterbij moet brengen, wil het lekker zijn. In de naar binnen rotatie, de inner rotatie van je bovenbenen. Die bovenbeenbotten die kunnen zo bewegen. En die heup, je bekken. Voel je bekkenrand in de grond. Kleine holling in je onderrug. En draai je bovenarm juist naar buiten toe, zodat je handpalmen omhoog wijzen. Ontspan in de voorkant van je schouders, ontspan je gezicht en adem rustig in en rustig uit. Ontspan je knieën tegen elkaar aan, ontspan je billen op de mat, ontspan je schouders op de mat. Laat jezelf herstellen. Van de poses die we hebben gedaan. Inspanning die we hebben geleverd, de kracht, de draaiingen, de stretches. En leg je handen op je borst net onder je sleutelbenen. Ontspan je ellebogen en je schouders. En denk nog eens met een mooie glimlach. En jouw Sankalpa. En leg je handen weer naast je neer met je handpalmen omhoog. En als het prettig is voor je rug, strek je benen uit met je voeten wijd. En ontspan in je heupen en je liezen. Laat je tenen lekker naar buiten rollen als ze dat willen. Ontspan die schouderbladen, je schouders weg van je oren. En voel welke oppervlakte de mat raken. Hoe je gedragen wordt. Je hakken, je kuiten, je bovenbenen misschien, je billen, je bekken. Schouderbladen, je schedel, je armen, je handen. Voel de oppervlaktes op de mat, op de vloer. En adem rustig in en rustig uit door je neus. Ontspan je voetzolen, je tenen. Je hebt ons flink gedragen vandaag. Ontspan je enkels, je kuiten en je knieën. Ontspan je bovenbenen, je billen, je bekkenrand. Ontspan je liezen, ontspan je buik.
Relax het onderste deel van je lichaam. Relax. Hals van je buik. Je ribbenkast. Je borstkast. Laat je sleutelbeenderen wijd naar buiten rollen. Hals van de voorkant van je schouders. Relax. Breng de aandacht naar je rug. Van je onderrug, wervel voor wervel omhoog, naar je middenrug, wervel voor wervel omhoog, naar je bovenrug, ontspan je schouderbladen op de mat, ontspan je schouders weg van je oren, ontspan de achterkant van je schouders, relax, ontspan je bovenarmen. Biceps en triceps, ellebogen zwaar. Onderarmen zacht in je polsen van het slot. Ontspan je handpalmen en al je vingers krullen zachtjes om. Relax het middelste deel van je lichaam. Relax. Adem rustig in en rustig uit. Breng de aandacht naar je hoofd. Ontspan je nek, je hals en je keel. Ontspan je kaak, je tanden zijn losjes op elkaar. Je tong is zacht in je mond. Je lippen zijn zacht en je wangen zijn zacht. Relax het gedeelte van je bovenlip naar het puntje van je neus. Voel de lucht, dat stukje huid, aanraken bij elke in- en bij elke uitademing. Ontspan de brug van je neus. Ontspan je ogen en je oogkassen. Ontspan je oogleden over je oogbol. Ontspan je wenkbrauw. Ontspan het gedeelte tussen je wenkbrauw. Relax je voorhoofd, je slapen, je oren, de zijkant van je hoofd, de achterkant van je hoofd, het aan de kruin van je hoofd, ontspan je hele hoofd. Relax, relax, relax. Voel jezelf zwaar worden op de mat. Voel jezelf breed steunen op de mat. Geef jezelf over aan de mat. En is het moeilijk om een lichaamsdeel los te laten? Breng dan met je aandacht je adem naar dat lichaamsdeel. Blaas hem op als een ballon. En op je uitademing laat je hem leeglopen. En dan fladdert hij weg als een ballon die je loslaat. Dan fladdert hij niet helemaal weg. Blaas hem dan opnieuw op. En misschien is er dan een ander lichaamsdeel wat je aandacht even vraagt. En vliegen je gedachten van hot naar her, naar toekomst, verleden, toekomst, verleden. Oh, dat nog doen, dit nog zeggen, dat niet moeten zeggen, hier nog kaarten sturen, dat nog gedaan krijgen. Breng dan je aandacht weer naar je adem. Je adem in het hier en in het nu. Gun jezelf de tijd hier op de mat. Voor je broodnodige ontspanning. Relax. En op je inademing, adem je in naar je buik.
Op je volgende inademing adem je in naar je handen en je voeten. Wiebel je tenen en je vingers. Je polsen en je enkels. Breng je rechterarm op je hoofd, op de grond, je linkerarm op je been. Buig je knieën een klein beetje. En draai jezelf op je rechterzijkant, je hand op je dij. Voel hoe je gedragen wordt door de zijkant van je lichaam. En breng je linkerhand voor je borst op de grond. Breid je lichaam langzaam voor om rechtop te komen. En duw jezelf heel langzaam overeind. In slow motion. En kom je zitten. Op je mat. En de rechterrug. Prana. Loopt. Door je zenuwstelsel. Van je staartbeen tot aan je hoofd. Dus als je een rechte rug hebt, kan de prana nog beter stromen. Ontspan je schouders, ontspan je armen. Adem je vier tellen in door je neus en vier tellen uit voor pranayama samavritti. Vier tellen in en vier tellen uit zonder pauze. Als dat goed gaat, maak je er zes tellen van. Als dat goed gaat, maak je er acht tellen van. En na je volgende uitademing eindig je de oefening en kom je naar je gewone adem. En breng je handen voor je hart. En namaskar mudra. En met een mooie glimlach. Wees dankbaar dat je een mooie plaats voor je mat hebt gevonden vandaag. Wees dankbaar dat je de gelegenheid had om op je mat te komen. En wees dankbaar dat je de oefeningen mee hebt kunnen doen. Allemaal, bijna allemaal. Dankbaarheid is een mix van geluk en nederigheid. Je focust je op dat wat er goed is. Aan jou, aan je omgeving, aan je lichaam. Dankbaar voor deze ervaring. Wat jij vandaag over jouw lichaam vandaag hebt geleerd. Over je adem, over je emoties. En met een mooie glimlach breng je handen achter je rug. Maak je van je rechterhand een vuist, pak je met je linkerhand je rechterpols. Open je borst, adem in. Om shanti, shanti, shanti. Rol jezelf op, schouders boven je heupen, leg je handen in je schoot.
Knip je ogen open, kijk naar je vingers. En met een mooie glimlach, kijk je weer op. Dank jullie wel. Heel erg bedankt. Heel graag tot volgende week. Vragen, opmerkingen, twijfels, laat het me alsjeblieft weten. Ik zet de recording stop.